Yo kijkers, welkom bij het vervolg van de vorige geweldige video waarin ik bezig was met mijn eigen hotel te bouwen. We zijn er weer, we hebben ondertussen de derde ster bereikt. Ik heb nog niks gedaan in de tussentijd natuurlijk, want wij kunnen nu nieuwe dingen bouwen. We kunnen suites bouwen, fucking mooi natuurlijk een suite. We kunnen voor de rest een zwembad bouwen. En we kunnen een bioscoop neerzetten. Dus dat gaan we zeker vandaag allemaal doen. We proberen tot de 5 sterren te komen. En uiteindelijk tot vloer 49. Maar of dat gaat lukken, dat weet ik nog niet. Maar we gaan in ieder geval nu het eerste bouwen. En ik denk dat dat de pool gaat worden. Ik denk dat ik als eerste een pool neerbouw. Dan even wachten tot de cinema. Even gaan sparen. En dat ik dan een suite ga bouwen. Oké, dus ja, we bouwen even een pool neer. Waar kunnen we die bouwen? Oh, hier mooi, hier bovenop. Dan kunnen we ook even wat geld lenen. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga 10.000 lenen. En dan moet ik heel veel wachten totdat ik 45.000 heb. En dan kan ik, ja, dat gaan we doen. Dus borrow 10.000. Hoppakee. 4 keer speed aan. Kijk wat mensen te zeggen. Want ze gaan natuurlijk zeuren over dat ik geen, geen cinema heb. Maar die heb ik bijna nog 3000 en dan heb ik die cinema. Ja, je ziet de rating hier gaat nu ook drastisch omlaag. Hij stond net echt op 940 en nu is het echt niet om. Het keldert echt omlaag. Hier, ook, ze willen allemaal suites. Oké, ze willen suites. Ze willen suites. Pauzeer de game, pauzeer de game. Expand deze chef een beetje. Deze ook een beetje. Dan bouwen we hier even in ieder geval een paar suites. Dus boom, 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 boom. Hier wil ik ook een paar. En dan hier ook nog een paar. Kunnen we hier nog wat normale kamers neerzetten. Zo, de suites zijn er. Maar nu hebben we echt totaal geen geld voor de cinema. En daar gaan ze nu over klagen. Dus kijk, nu zit ik een beetje te denken, wat kan ik doen? Wil ik mijn reputatie hoog houden? Dus ga ik geld lenen om een cinema neer te zetten? Of heb ik gewoon schijt? Ik denk dat ik het beste geld kan gaan lenen. Want anders gaat het niet goed komen. Dus ik expand de shaft. Ik borrow best wel veel geld. Ik weet niet hoeveel ik maximaal kan lenen eigenlijk. Oh, mijn limit is 110.000. Nou, daar kom ik nog niet aan. Nu kunnen we wel de cinema neergooien. Gooien we hier neer. Dus die hebben we nu ook. Nu hebben ze in ieder geval niks meer om over te klagen. Want anders gaat die reputatie gewoon, zeg maar, te snel omlaag. En dan gaat het fout. Oké, cinema. Ja, die cinema is er nu. Ja, oké, reception. Oh, wachttijden bij de receptie. Nou, dat kan ik heel makkelijk fixen. Destroy. Service reception. En dan moeten we even een receptionist aannemen. Ik neem er wel nog één aan en dan bouw ik hier even een receptie. Gewoon lekker helemaal bovenaan, joh. Waarom ook niet? Hoppakee. Nou, dan kunnen ze in ieder geval ook niet meer klagen over de receptie. Kijk, hop. Sterretjes allemaal weer omhoog. Oké, dat is fijn om te zien. Nu moeten we wel echt die tering grote lening afbetalen trouwens. Oh, het is hier best wel heel smerig. Gaan we ook even wat aan doen. Meer liften. Nou, we kunnen hier nog een lift shaft erbij bouwen. Maar ik wil zeg maar, wacht, als ik nou hier een kamer bouw. En dan hier even kijken, de lift shaft weer verder doe. Oh, ik heb niet genoeg geld. Besef als je nu deze kamer hebt, gewoon volledig tussen de liften in. Dat is echt een rotkamer, echt waar. Daar zou ik dus echt niet willen zitten, zeg maar, joh. Oh, kijk, onze lening is al bijna weg. We hoeven nog maar 8000 euro of zo, dan is die lening alweer weg. Dus dat is echt ziek chill. Dat is echt ziek snel weggegaan ook. Dat had ik helemaal niet verwacht. En het heeft ons best hard gesaved, want stel we hadden hem niet gebouwd, ging het denk ik niet zo goed. Of we niet, stel we hadden de leningen niet gedaan. Oké, ik ga ondertussen even ons liftprobleem een beetje oplossen. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik wil zeg maar hier gewoon 4 rijen met liften omhoog hebben. Dus we bouwen hier, dit is zeg maar gewoon een liftetage, oké? Nieuw shaft, nieuw shaft. Dus die gaan zo hier omhoog, ja. En dan hier komt ook een nieuw shaft en komt hier eentje nog voor de werknemers. Ja, oké, dat doen we. Doe ik trouwens die ook nog even omhoog en die ook. En dan komt hier deze nieuwe. En dan, ja. Dit is zeg maar, dit is gewoon ons lifthoekje, oké? Zo, dit is ons nieuwe lifthoekje. Dikke liften. Heel erg mooi. Ze worden nu nog niet gebruikt, maar naarmate we natuurlijk verder komen, worden ze wel gebruikt. Oké, we hebben ondertussen de 100.000 is het uit mijn hoofd. 1 kamer bouwen en we kunnen weer upgraden. Dus we gaan dat gewoon even doen. Ik heb gewoon geen zin om te wachten. Oké, 90 van de 90. Hij gaat weer knipperen, een maandje volhouden en let's go. Oké, en we hebben de 4 sterren gehaald. Nou, gaan we even kijken wat we nieuw kunnen bouwen. De presidential
Suit kunnen we nu bouwen. We kunnen nu een restaurant bouwen. En een disco bar kunnen we ook nog bouwen. En die zijn allemaal pittig duur. Oké, wacht. Wat gaan we als eerst? Een restaurant? Een presidential suit? Of een disco bar? Ik denk dat we als eerst een disco bar gaan bouwen. Dus die pompen we dan hier neer. Dan even kijken hoe groot is een residential suit? Wat gaan we doen? Ik zit nu echt te twijfelen. Want we moeten ook wel weer het restaurant gaan neerzetten. Anders gaan de klanten zeuren. Dus ik denk dat ik weer ga lenen. En dan nu best wel veel. Zodat ik dat restaurant erbij kan bouwen. Dus hier doen we een restaurant. We moeten daar natuurlijk ook... Zo. doen we er twee. Ik weet niet waarom. We doen er gewoon twee. Ik heb het ook niet op de goede plek gezet. Maar dat gaat automatisch. En dan bouwen we hier nog net zoveel residential suits zoals we kunnen. Dan moeten we de liften even iets expanden. Oh shit, daar hebben we niet eens genoeg geld voor. Hoezo moet dit een nieuw chef? Waarom kan ik... Oh, wacht. Dat was natuurlijk een... Laat maar. Oké, we hebben nu alles. We gaan hier nog wat suits neerzetten. En dan kunnen we even kijken. Zo. En ja, let's go. Ik denk dat we er min in gaan. Ik hoop dat we dit gewoon volhouden. We zitten goed in de min nu. Zo. We zitten weer in de plus. Dat is fijn. Dat is goed. Ik denk dat we dit wel overleven. Ik hoop het. In ieder geval, alles is positief. En dat is echt fucking belangrijk in dit spel, jongen. Ik denk dat we hier ergens ook een disco moeten gaan neerzetten. Dus ik denk ook dan deze kamers weg ga halen. Dat ik hier een restaurant / disco neerbom. Nou, die lening betaalt zich wel lekker snel af. Daar ben ik wel echt blij mee. Lift is weer een probleem. Ik denk dat ik moet gaan expanden. Een grote liftlijn omhoog moet gaan bouwen. En dat me wel safe, denk ik. Ik hoop het ook. Ja, het is voor mij nu gewoon echt een beetje wachten. Want ik moet nu een beetje geld gaan verdienen. Ik moet kijken wat de mensen willen. Zoals ik heb hier nu heel veel residential suits neergezet. Dus die gewoon presidential suits. Dus gewoon die duurste kamers. Omdat ik daarnet, zeg maar, steeds duimpjes omlaag van kreeg. Dat die er niet genoeg waren. En dat is voor mij nu gewoon steeds een beetje wachten. En een beetje wachten. En een beetje zorgen dat ik deze requirements haal. En dan moet het wel goed komen, denk ik. Oké, ik ga mijn liften uitbreiden tot het hoogste niveau. Dus dat is, I guess, hier. Ik kan niet... verder dan deze. Nou, in ieder geval niet achter. Dus ik heb het hoogste niveau gehaald, jongens. Dit is het hoogste niveau. Mijn liften zijn er nu op één lift naar uitgebreid. Dus de Stef elevator nog even zo dit stukje omhoog doen. En dan zijn mijn liften in ieder geval op het goede niveau. En volgens mij het enige wat mij nu nog te doen staat... is gewoon zorgen dat er genoeg kamers zijn. Dus nou, laten we die maar gewoon neerpompen. Ik moet in totaal 150 hebben. Ik hoop dat ik dat met suites gewoon al haal. Even kijken, hoeveel levert dit mij op? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Kijk, ik heb er nu 10 bij. Ja, ik gooi wel gewoon normale kamers ook nog meer. Kijk, dat gaat heel makkelijk. Nou, nog wat. En dan de laatste doe ik wel nog gewoon wat suites. Ik schrok me dood. Ik dacht dat de game was vastgelopen. Holy shit. Zo, doen we nog even wat schoonmakers neerpompen. Jezus, het zijn er wel genoeg. Nou, ik doe er nog een paar. En dan zie je gewoon dat we eigenlijk het spel hebben uitgespeeld. Ik kan niet meer hoger. Ja, in ieder geval. Ik kan wel net die ene rij, maar dat is echt heel naar. Ik kan wel nog breder. Ik heb het gehaald en... voilà. You've reached the ultimate goal. Game is complete, however. You can continue. Nou, we gaan gewoon nog even kijken... wat we kunnen doen? Nee, natuurlijk niet. We hebben het spel uitgespeeld. Fuck dit. We hebben de game uitgespeeld. We hebben ruim genoeg geld. We kunnen expanden. We kunnen doen wat we willen. We hebben gewoon dit spel uitgespeeld, jongens. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze twee... was het een tweedelige? Volgens mij tweedelige serie. Willen jullie meer van dit spelen.nl spellen zien die gewoon vroeger echt hyped waren? Laat dan alsjeblieft dat blauw duimpje omhoog achter. Laat leuk achter in de reacties. Iets leuks, ja. Iets leuks, ja. Doe dat blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie gewoon vaker dit soort dingen willen zien. Ik vond het eigenlijk best wel leuk om dit te doen. Ik ben echt een uur in totaal mee bezig geweest. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Waardeer dat of beloon dat alsjeblieft met een blauw duimpje voor mij, zodat ik alleen maar meer video's kan maken. Dan rest mij nog één ding te zeggen, en dat is eigenlijk wat ik iedere video zeg, ofwel tot de volgende keer, en dan dus nog één ding, en dat is later.